Hier ziet u de garden in Hoge Zand. Hier ziet u de garage met de werkplaats. In de 50 jaren was kantoor ook in Hoge Zand. Dat is de heer Dorst. Meneer Broezer. De heer Schuddebeurs. Je ziet een carrosseriebouw aan het werk in de garage in het Hoge Zand. Hier ziet u nog een Crossley en Scania Vaves. Kantoorpersoneel in Hoge Zand. Servicewagen van de Gado, hier komen we in Zoutkamp bij de Friese Sluis. Hier zie je het kantoor van de Marnedienst in Zoutkamp. Dat was net nieuwe bus toen, de 2500 serie. Hier ziet u de boot naar Schiermonnikoog. Zoutkamp nog met hoogwater. Hier is het hoofdkantoor van de Stationsweg in Groningen. Garo-kantoor in Hoge Zand.
Hier ben ik in Slochteren. Dat is de Roland. Dat is ook overgenomen door de Gerdo. Benschoten, dat is nou een overdekt busstation gekomen. Dit oude kantoortje nog. De heer Rijvers. Hier was de stalling van de Gerdo. En dat is nou het busmuseum. Vlacht verder was ook een stalling. Dat is nog allemaal opgegeven. Dat is nog bij het Stadskanaal ingekomen. Dit is Ter Apel. Personeel van de rayon Ter Apel. De Stadskanaal, nieuw busstation. Thank you.
Dat is de heer Prangel. Hier krijgt u busstation in Veendam. Gieten, de Roomkantoor van de Gado. Hier in Gieten kwamen de bussen richting Assen en richting Groningen. Dus, en er kunnen mensen veel overstappen richting Stadskanaal, Veendam, Groningen en Assen. Busstation in Groningen. Links ziet u nog van Gendeloos. Dit is de boot naar Ameland. Dit is in Hoge Zand. Die waren al 40 bussen, die gingen allemaal richting Drenthe met schoolkinderen een dagje uit. Hele organisatie. Thank you.
Dit is in Delfzijl,